en we zijn aangekomen bij Gebbe Motoren. Eindelijk. We waren een beetje de weg kwijt, maar het schiet niet helemaal op hiervoor. Maar gelukkig zijn we er. Oh, ja, René die gaat even naar Gebbe Motoren. Tenminste, ik ook erbij. En René's motor die gaat voor een 1000 kilometer beurt heen. Die heeft er nou zelfs 1700 kilometer op zitten. 1796. 97. Ongelooflijk. Kijk, daar zijn we. Oh. Ja, kan je doen, ja. Ik ga wel bij jou achterop, ja? Kijk of ze erachter zijn. Ja. Zo, stepjes uit. Hatsaflats. Ja, ja. Ik moest even de stepjes zoeken. Nou. Oh, prachtig dit. Nou, daar komen we aan hoor. Wassen redden. Ja, ja, hier moet er dan in. Oh, zit er mij aan? Ja. Yes. Ja, René heeft een 1000 kilometer beurtje gehad voor zijn MT10. Het
is hartstikke warm weer. René moet nog wel eventjes tanken. Dus dan doen we dat gelijk maar even. Ja, een nieuwe motor moet altijd even bij 1000 kilometer even een oliebeurtje hebben. Bij een nieuwe motor krijg je een soort van inloopolie erin. En dat hebben ze eruit gehaald. En nu hebben ze, ja, zeg maar tussen haakjes, de echte olie erin gedaan. En ik kan je vertellen, er gaat heel wat olie in. Iets van 4 liter of zo. Oh, dat is diesel. Hij is een ander deel. Hij is ons vast knippen. Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel makkelijk. Je kan doorrijden tot 40 kilometer. Nou, René die kan lekker vol gas met de motor boven de 5000 toeren. Oh, lekker afkoelen door de wind. Nou, je bent zo te zien wel blij met je 1000 kilometer beurt, of niet? Ja. Hij is gelijk fel, hè? Nou, we gaan even tanken bij die mooie Shell. Die vorige tankstation die had geen 98. En dat willen we natuurlijk wel tanken met onze mooie MT10. Dikke motorscooter voor ons. Hoi. Dikke Honda. Ja, mooi man. Ja, hier rechts. Oh. Oh. Lekker in de schaduw. Och, mijn jongen. Inbouwen. Ja. Dan. Ja, kan wel ja. Even aan de andere kant. Even keren. Ja, mijn tank is voor de helft leeg alweer. Ja, daarom. Die MT10 van ons, die dus wel wat hoor. Ja, zo 200 kilometer erin hier. Oh. Ik heb het ook een partij warm joh. Wil je ook nog een blikje drinken halen? Dat lijkt me wel, wat, ja. Ja. €24. Zo. Nog wat, hè? Ja. Je verwacht het niet. Oh. Ja, echt mooi tankstation is dat hier, joh. Even verkoeling. Zo. Ja, je kijkt mijn bouwmotor aan pas, weet je toch? Ja. Dat is ook handmatig nog dingen. Veranderen, zo, C65. Ja. Zo ben je wel. Oh, zo, hi. Nou, we gaan even naar Hooghade toe. Ja, dat kunnen we vast wel vinden. En daar kunnen we een lekker ijsje eten.